De raakzone bij de forehand drive. De raakzone is een belangrijk onderdeel van de hoofdfase van de slag waarin de bal geraakt wordt. Wanneer het racket een cirkelbeweging maakt, dan is er slechts één punt op deze cirkel waardoor de bal in de richting van de raaklijn gespeeld kan worden. Er is dan geen sprake van een raakzone. Wanneer de bal eerder of later op deze cirkel wordt geraakt, vliegt de bal in een andere richting. Er ontstaat pas een raakzone wanneer het racketblad over een langere tijd in dezelfde stand naar het raakpunt toe bewogen wordt. Het racket voert over een kort traject, in plaats van in rotatie, een translatiebeweging uit. Dat wil zeggen dat alle punten op elk ogenblik dezelfde verplaatsing ondergaan. Voor de beeldvorming leg ik vier ballen in een rechte lijn achter elkaar die de raakzone vormen. Niet alleen de eerste, tweede of derde bal gaan in dezelfde richting, maar ook bal 4. Door een grote raakzone ontstaat er meer controle om de bal in een bepaalde richting te spelen. Een raakzone bij de voorhand ontstaat in eerste instantie doordat het racket in de zwaai naar de bal voor, tijdens en zelfs kort na het raken van de bal een hoek maakt met de onderarm, waarbij de pols maximaal passief achterover gekanteld blijft in een zogenaamde L-vorm. Dit is niet voor iedereen mogelijk. Het is namelijk afhankelijk van de bewegingsuitslag in het polsgewricht, de gehanteerde greep, de gewichtsoverdracht van achter naar voren en het roteren van de schouders. Hoe ver de pols achterover kan kantelen is bij iedereen verschillend. Bij vrouwen is de bewegingsuitslag over het algemeen ook nog eens groter dan bij mannen. Spelers met een continental greep hebben over het algemeen een geringe dorsale flexie en dus een korte raakzone. Met een eastern greep kan de pols verder naar achteren en met een semi-western greep komt de pols naast een maximale dorsale flexie ook nog in een ulnair abductiestand. Hoe groter de mogelijke bewegingsuitslag in de pols ten aanzien van de dorsaalflexie, hoe groter de raakzone. Met een continental greep is een grote dorsaalflexie gewoon niet mogelijk. Anderzijds speelt iemand met een geringe dorsaalflexie automatisch met een continental greep. Bij een eastern voorhandgreep kan de pols, indien mogelijk, verder achterover kantelen voor een grotere raakzone. Er is ook meer gewichtsoverdracht van achter naar voren mogelijk, doordat de bal eerder geraakt wordt. Op een hoog, maar ook professioneel niveau, wordt overwegend met de semi-western greep gespeeld. Op het raakpunt is de dominante schouder voor de niet-dominante schouder voor een langere raakzone en meer power. De half open of open voetenstand die hierbij hoort, zorgt ervoor dat niets in de weg staat om het racket als een ruitenwisser voor het lichaam langs door te zwaaien. Je ziet bij Djokovic heel mooi hoe het racket voor, tijdens en na het raken van de bal verticaal blijft, zodat het blad een translatiebeweging maakt tussen de blauwe stippenlijnen voor een lange raakzone. Je kunt de raakzone bijvoorbeeld oefenen door de bal cross door een poortje te slaan, of nog beter, maar wel moeilijker, rechtdoor in de tramrail tussen de enkel- en dubbelspellijnen. Voorhand cross is gemakkelijker dan voorhand rechtdoor, omdat het racket in de te spelen richting uitzwaait. Daarom is de raakzone nog belangrijker bij het spelen van de voorhand rechtdoor.
De opdracht is om het racketblad tijdens de voorzwaai zo lang mogelijk verticaal te houden tussen de lijnen. Een leuke oefenvorm is het spelen van een tramrail rally, waarbij het de bedoeling is om de bal heen en weer tussen de enkelspel- en dubbelspelzijlijn te spelen. Het aantal keren dat dit achter elkaar lukt, vormt natuurlijk de uitdaging. Het doel is het verzorgen van een optimale raakzone om de bal rechtdoor te sturen. Daarbij kun je het nog moeilijker maken door de uitgangspositie te variëren van naast tot in de tramrail, zodat je steeds ruimte moet maken voor de aankomende bal. Uitzonderingen waarbij de pols wel actief wordt gebruikt en een beweging van ulnair naar radiaal abductie maakt, zijn de lage voorhand, de kort cross-court bal voor het maken van hoeken, en de topspinlob. Hoe het mogelijk is dat een bal die geslagen wordt met spin naar beneden duikt, leg ik in een volgende video uit. Dit is het einde van deze video.